Cool. Oké, gaan we even snel voorbereiden. Het is weer dat bankstel waar het onderwerp om de twee weken goed zit. En vandaag hebben we voor T-Mail gekozen, omdat hier de plek is voor ondernemend en creatief talent in Suriname. Ben je creatief en ondernemend, sluit je aan bij T-Mail. En Telesuur staat erachter. Dus kom gewoon bij onze T-Mail familie. Vandaag heb ik een bezoek. Van binnen naar de kaart, upgrade en sluit. Goed zo, uitdrijven. Blazen, je blaast niet, wat blijft je blazen? Emilio Lenz, hij is ex-jeugdparlementariër. Ik ken hem van Kroetu, Atakman, Alita Boyat Bere. En deze jongeman heeft iets meegemaakt in zijn leven. En dat wil hij met ons delen. Vandaar het besluit om Emilio Lenz uit te nodigen. En je ziet het. Voor de beste mode, juist ja. Emilio, oké. Lekker. Ja, man, ja, man, ja. Man. Alles lekker, toch? Ja. Oké, okay, je voelt je goed? Ja, zeker. Zijn we naar de? Nee. Een beetje, toch? Er is altijd wel een beetje, ja. Maar niet dat het van die aard is. Oké, okay, dus je bent niet zenuwachtig. Iedereen ready. Want ik tegen me toe dat van, die mensen hebben je, een paar vrienden hebben je gezegd van, yo go, gevraagd van, yo go. Zeg tegen die man. Natuurlijk, ik zit hier. Ik bedoel, van op een gegeven moment moest man een stap in de richting van vooruit gaan. Mm-hmm, en ik geloof dat dit ook deel is van het proces. Goed zo, goed zo. Emilio, hoe gaat het met jou zelf? Nou, relax. Natuurlijk erg druk ook. Mm-hmm. Werk en studeren, mm-hmm, dat is een combinatie die veel vergt. Dus. Je heet Emilio Lenz. Oh, wacht, nee. Emilio? Ezekiel. Lenz. Wat betekent Emilio? Heeft je moeder je verteld? Nou, het is sowieso een combinatienaam. Mijn vader wordt Emmy genoemd. Mm-hmm. En Emilio, vandaar dat het ook op een andere manier wordt geschreven. Voor mij denk ik dat het alles te maken heeft met liefdevol. Mm-hmm. Waar ben je geboren? Paramaribo. Ja. Mm-hmm. Paramaribo. Waarvan Paramaribo? Want Paramaribo is groot. Dat moet zijn geweest, als ik me niet vergis, in het Slans Hospitaal. Mm-hmm. En dat is op 6 april in 85 geweest. Heeft je moeder je niet verteld hoe die bevalling was? Want meestal is dat tegenkomt Biggie dat in Matak van, ah, het was deze jongen, vanaf het begin wist ik dat hij zo ondeugend zou worden. Is dat je verteld? Nou, die bevalling is ik denk toch wel, ik denk dat elke bevalling wel iets aparts heeft en ik was al in de buik een beetje onrustig om maar te zeggen om op aarde te komen, mm-hmm, om eigenlijk te doen waarvoor ik hier ben. Mm-hmm. Wie zijn je ouders? Wie zijn je ouders? Mijn vader dat is Imro Lenz. Aha. En mijn moeder die is Blanca. Nou, die kleine Emilio is een echt een woelige jongen altijd geweest. Altijd praterig.
altijd opstond omdat ze een hoofdmeester. Dus hij had het altijd voor het zeggen. En ik moest elke dag op school verschijnen. Wat voor soort bevalling? Nou, was heel moeilijk, heel moeilijk. Zo ging die buiten. Zo. Hij zwom als het ware. Heel vreemd ging zo. Dat heb ik bij mijn schoondochter nooit gezien. Ik heb alle bevallingen meegemaakt. Dus dat was gewoon gelijk, we zijn zo gewoon gelijk. Maar van Emilia was dit. Emilia was heel apart, heel apart. En vandaar zo'n woeligheid, denk ik. Ja, ja. En de kwestie 2011, hoe bent u ermee omgegaan? Nou, natuurlijk ben ik verschrikkelijk geschrokken. Want ik denk, dat is hij niet. Dat dacht ik van nee. Zo'n vriendelijke jongen, mensen bellen me op van ja, u heeft een voorbeeldige zoon en dat soort dingen. En dan krijg je dat was wel even schrikken, ja. Maar gelukkig is hij niet schuldig bevonden. Dus het is wel vervelend dat het in de familie zat, hè. Dat is wel heel lastig. Maar ja, wat kan je doen? Afzak, wat kunnen we doen? En het alles gebeurt in... Ben jij de enige of heb je broers en nog broers en zusters? Ik heb een jongere broer. We verschillen 11 maanden. Mm-hmm. Ik heb een jongere broer, Kevin. Dus je zei met jullie tweeën? Ja, klopt. Zijn tweeën. Ja. En waar ben je opgegroeid? Grotendeels in Kamowena. Mm-hmm. Meerzorg. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook de buurt waar je van kleins af aan doet waarin je zin hebt, laat me dat zo stellen. Mm-hmm. Ja. Emilio, maar Kari gewoon Emmy, hè? Ja, ja. Dus trouwens, eigenlijk ben Kari kleine Emmy, want je vader is Emmy. Kleine Emmy. Bij welk familielid zou je nooit meer willen gaan logeren? Als je de klok terug mocht keren. Is dat dit soort familie, toch? Horing. Na de brief. Het is pro-life. Pro-life. Probeer het maar. Melk is goed voor elk. Melk is goed voor elk. Pro-life is goed voor elk. Drink je melk. Melk is goed voor elk. Melk is goed voor elk. Pro-life is goed voor elk. Drink je melk. Drink je melk. Drink je melk. Moet dan alleen maar pro-life voor mij. Distributeur Melissa Agencies. Het leven is nou eenmaal zo. Vitaliteit en conditie zijn belangrijke vereisten voor een gezond en harmonieus leven. Maar wat als u dat ontbreekt? Athletic Fitness Equipment helpt aanvullen waar het u ontbreekt aan vitaliteit en conditie. U heeft niet te veel ruimte nodig, de apparaten zijn makkelijk in gebruik en het resultaat is zichtbaar. Kies vandaag ook voor een verbeterde vitaliteit en conditie. In uw eigen tijd met Athletic. Athletic. Best for life.
alleen vertegenwoordiger ProTrade International. Pago dringen en go palm. Mega her tori, mega klaar. Daru. Oh, wat gaat dat? Aben zo'n probleem. Papa keuren, wagi pijn en monterala tori. Geen papira, dat is koud hoor ik op. Oh, verzekeringsbewijs, ja. Dan heb je dan niet de man die zij moet doen. Even tappen met mijn motorfiets. Bromfiets, wagi alles aan de keur dappen. Rijd met 100% zekerheid. Laat de keuring voor je auto over aan een betrouwbare keurmeester. Autokeuringsgarage Evert. Snel en betrouwbaar keurt Evert alle motorrijtuigen. Auto's, pick-ups, maar ook motor- en bromfietsen. Evert, ook voor deskundige onderstelreparaties en complete servicebeurten. Hey, hey, Evert. Evert snelle qua meter, dus afspraken maken is niet nodig. De openingstijden zijn van maandag tot en vrijdag, van 8 uur morgens tot 4:30 middags. Evert, Koreastraat, nummer 11 tot en met 13, telefoon 43 58 28 of 89 88 606. Autokeuring garage, Evert. Evert, aan de wandeling. Bapa bol, hinga, trutrukeuring. King Panel PVC Building Systems, uw PVC speciaalzaak. Bij ons bent u terecht voor King Panel PVC plafond en wandsgrootte in de afmetingen 10, 20 en 25 cm met een lengte van 5,95 m in wit, gekleurd en met motief. Nieuw in ons assortiment, King Panel PVC wandsgrootte met een afmeting van 1 bij 2,95 m. Voor een hypermoderne vloer kiest u voor King Panel PVC vloerlaminaat in glanshoutpatronen in verschillende tinten. Voor de uitschiet gebruikt u natuurlijk King Panel PVC uitstekgrootte en met de King Panel PVC buitenwandsgrootte ziet uw huis er meteen stijlvoller uit. Dit alles met de bijbehorende King Panel PVC afwerkprofielen. Wij zien u graag in onze King Panel showroom. King Panel PVC Building Systems, Jacob Rijntjesstraat 13, Zijstraat van de Kernkampweg, telefoon 53-317 of 53-319. Ons filiaal in de O6-verbinding nummer 54 te komen wijnen, telefoon 035-45-29. www.kingpanel.com. Vier Equipment, speciaal zaak voor al uw telefoon 551859. Hi Emilio. Trouwens, kleine Emilio, laten we even proosten. Ja, gezondheid. Proost. En je school. En je werk. We hebben ook van Ben's Delicious Fruit Mix. Lekker fruit, dus je kan er. Ik kan tip op tien voorgerecht. Dat ik graag hoofdgerecht gekomen. Hij zou ons vertellen. Waar, bij welke familie? Ja, nou, in de eerste instantie misschien goed om aan te halen dat we, mijn broertje en ik, dat we niet echt thuis gingen. De plek waar we sowieso altijd wel even terechtkomen is bij oma thuis. Maar voor de rest waren we niet bij ooms en tantes over de vloer. Maar ik kan me wel herinneren dat ik een dag heb doorgebracht bij een tante van me. Waarvan ik dacht van, dit wil ik niet een tweede keer mee. Zuma. En die kan dat vreeren met horen bakadje. Tante Reina. En, tante Reina. Terwijl tante Reina best lief is. Maar je moet je voorstellen als je bepaalde dingen thuis gewend bent te doen. En je komt elders aan. En je mag dan
niet zo zitten of je mag niet naar dat. Dan vind je van, hey, waarom zoveel regels, dan blijf ik liever thuis. Dus dat was wel het moment. Maar wat is er eigenlijk, wat mocht je niet doen of wat wou je doen? En je... De televisie aandoen is eigenlijk een normaal ding voor me. Ja. En het moment dat de televisie pas na een uur aan mag of twee uren, daar heb ik zoiets van, dat is een beetje te veel. Tante Reina, hier is ben je zo zo met je stroom? Reina, wie? Ja, zeker voor toen wel. Natuurlijk, mensen worden ouder en dan veranderen dingen ook. Emmy, heb je een levenspartner? Ja. Wie is dat? Melanie Marto Wijoyo Lens. Je bent getrouwd? Ja, ik ben bijna 3 jaar getrouwd. En de relatie is eigenlijk al vanaf de middelbare school. Dus we praten nu over bijna 10 jaar. Dus dat is best lang, ja. Ja. Ik mis Kreekie. Hoe oud ben je nu? Nu ben ik pas 28 geworden. Aha. En ik was toen 17, 18, toen ik Melanie op HAVO tegenkwam. Dus dat is een tijdje. Vind je het erg als ik even met Melanie ga praten? Helemaal niet. Oké, laten we even naar Melanie gaan luisteren. En het alles gebeurt in... Wat is het man is, hè? Nou ja, een rustige man kan hij zijn, lief. Takkiemang. Een echte takkiemang is hij. Ja. School, daar hebben we elkaar weer kennen. En sinds de eerste dag had ik hem aan het doen. Nu viel altijd op. Hij had een ketelpak aan, gele schoenen, rode trui, witte pet. Eén brede lach. En daarop ben ik gevallen. Ik ben jaloers, hij is jaloers. Hoe jaloers kan hij zijn? Heel erg jaloers. Ja, als ik gewoon met iemand sta te praten misschien. Een man, een leuke man. Nou ja, ik ben heel erg jaloers. Ja. Maar ja, oké, ga maar bij die man hoor. Maar jij ook kunnen echt erom lachen ook. Hè. Maar ik omgekeerd ook. Weet je, vooral de lichte tinten dames. Hè. Zodra ik eentje langs die lopen. Ik zeg, oh je kijkt nog. Ik was geschrokken natuurlijk. Ik geloofde het niet. Die dag was ik toevallig ook bij mijn moeder. Ik was toevallig daar. We kregen een telefoon en mijn moeder maakte me wakker. Melanie. Niet dat is gebeurd. Ik zei, nee. Ik zei, welke Emilio? Mijn Emilio? Ik dacht, misschien is er ook een andere Emilio. En ja, mijn Emilio hoorde ik. Ik zei, nee. We waren toen ook al getrouwd. En als je trouwt, maak je een belofte. Dus je door dik en dun naar jullie elkaar bij. En ik heb me daaraan gehouden. Kijk, als hij fout is, ga ik ook zeggen, hij is fout. Ik was er niet bij. Maar ik zeg, ik ken mijn man niet als zo iemand. Weet je, ik ken hem ook niet zo thuis. En ik heb het nooit gezien ook op straat. Weet je, maar ik zeg, laat de mensen hun onderzoek doen. Ja, en ze hebben het gedaan. En als het zo was, was hij misschien langer gebleven. Weet je, maar gelukkig maar niet. Maar wel jammer, ja. Het is inderdaad gevoelig, hoor. Maar heb jij enig idee waarom ze zoiets kon doen? Nee. Ik denk misschien is het gewoon gewillig gebeurd. En ik weet niet. Ik weet echt niet, hoor. Meisjes zijn gewoon gek. Ik zeg niet dat mijn zusje gek is. Ik hou heel veel van haar. Mensen vinden het vreemd dat ik nog met haar praat en zo. Maar hoe je draait of keert, is en blijft mijn zusje. Weet je, en ik hou niet van ruzie. Ik hou helemaal niet van ruzie. Ik kan wel goed ruzie maken, maar ik hou niet ervan. Maar het is mijn zusje. Ja, Emilio, ik hou heel veel van jou. Ik heb voor jou gekozen. En ik hoop dat je net zo lief blijft als je bent. En echt ook een trouwe man mag zijn die elke vrouw wil. Ja. En het alles gebeurt in. Mooie, lieve vrouw. En ze heeft ons een heleboel dingen verteld. Ja. Maar, kijk, je hebt ook kinderen. Ik heb die kinderen, ik heb ook kennis gemaakt met je kinderen. Je hebt een vrouw, je bent getrouwd. Dus er moet iemand zijn die voor de pot zorgt. Wie zorgt voor de pot?
Nou, daar doen we samen een bijdrage. En ik bedoel, men zegt wel, elk huis heeft zijn kruis. Mm-hmm. Dus op het ene moment kan het zijn dat jij meer kan inbrengen. En het kan zich ook voordoen dat je partner dan in een ander hoedanigheid zegt van nee, hij of zij zou moeten invullen. Mm-hmm. Waar dus, werk je? Op dit moment doe ik We Are Gold, mm-hmm. NV, dat is een groot bedrijf. Ja, die go to toe? Niet dat ik per se ga graven, of Diki, hoe je het zou willen noemen, maar er moet daaromheen... Emilio, wacht even, ja. Want misschien dat ik kom, boem ernstig je takje, in de flex. Ja, de is dat je oefenen naar onze tak van een om tak zo rustig. In tak flexie, ja, naar flexie. Nou, maar ondanks aan flexie moet ik. Je moet letten op wat je zegt. Je moet letten op wat je zegt. Want het staat ook bekend dat jij vaak genoeg een val voor mensen zet. Dus nee, er is geen val hier. Er is geen val hier. Er is geen val hier. We zijn bij 10 mijl hier, is er geen val. Ik denk dat veel ergens een val is, anders is het een rattenval. Yeah. Maar je vrouw werkt ook? Ja. Waar werkt zij? Zij heeft nu een management functie bij het VAT. Mm-hmm. Dus daar is ze nu mee bezig. Floor manager moet dat mm-hmm. zijn. Jullie zijn jong. Ja. En je weet, jonge mensen zijn... Jullie zijn nog jong, het leven. Je hebt niet zoveel ervaring. Hoe ga je ermee om als vader te fungeren? Nou, het is geen eenvoudige job. Maar wat ik wel geloof is, op een gegeven moment, die noem give up, daar gaat het om. Mm-hmm, mm-hmm. Ik denk bij elkaar blijven is dus toch wel prioriteit. En ik denk terzijde tijd leer je hoe je daarmee omgaat. Mm-hmm. Dus ik geloof dat het gewoon een leerproces is. Kleine Emmy, we hebben... Vandaag ook uit de badkamer. Mm-hmm. Het is uit de badkamer time nu. En ik heb twee jonge Surinamers die het verschrikkelijk goed doen in Suriname. Ik bewonder ze bijna elke dag op tv. En ik praat over Farid B en Lil V. Sonia. Yo, party people, this is the new version of Sunile Sonia. With Party B, Lil B, and the one and only Donna P. Deja tu mjeto, mere a come, a quedala Sunile Sonia. Sunile Sonia. Tune bhi dekha mujhe, oh, meri jaane ja, Sunile Sonia. Sunile Sonia. देखा तुम्हें तो मैंने आँखों में आँखें डाला सुन ले सोनिया तूने भी देखा मुझे ओ मेरी जाने जाना सुन ले सोनिया सोनिया नजर को ना हटा आपस अभी जा आंखों में आंखें डाल बात को समझ भी जा यूं मुड़के ना तू जा एक बार आ जरा दिल में समा जा और बात को समझ भी जा देखा तुम्हें तो मैंने आंखों में आंखें डाला सुन ले सोनिया तूने भी देखा मुझे ओ मेरी जाने जाना सुन ले सोनिया देखा तुम्हें तो मैंने आंखों में आंखें डाला सुन ले सोनिया तूने भी देखा मुझे ओ मेरी जाने जाना सुन ले सोनिया बीबे तेरी आंखों में है जादू तेरा चेहरा तो है खुशबू मेरे दिल में तू ही तू मेरी रूबरू तू ही
मेरी याद में रहते हो, सांसों में बसते हो, मेरी बाहों में आ जा, मेरी जान जा. You are my guiding light, you can be a part of my life. You're the soul in my heart, in my smile, in my eyes. You and I, the open sky. Baby, don't ever say goodbye. Come and walk beside of me. You may be my destiny. Whoa, whoa, whoa. Tu hi hai mera dil, meri jaan. Dil ruba, tu hi hai, tu hi hai, mera dil, meri jaan, dil ruba, dil ruba. Dekha tumhe to maine aankhon mein aankhe dala, sun le soneya, tune bhi dekha mujhe, o meri jaan jaan, sun le soneya, dekha tumhe to maine aankhon mein aankhe dala, sun le soneya. तूने भी देखा मुझे, ओ मेरी जाने जाना, सुन ले सोनिया. आ सोनिया, wow, 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 wow. Oké, okay, daarover gaan we dikke kijken. Waarover gaat het liedje? Het gaat namelijk over hoe een meisje chanteert. Zeg maar, zullen zo jezelf betekent, luister schat. Oké, okay. Maar hoe was het zingen zonder een boom? Zingen jullie met een boom en dan schuilen jullie achter de boom? Nee, we hebben het wel veranderd. Ja. Mag ik een applausje voor Farid B en Lil V? Ja, jullie mogen weer gaan baden. Samen. Samen. Oké. Okay, ready? Ja, ik was even onder de indruk van die twee jongens in die badkamer. Dat is altijd. Evi, Irina, wat vond je ervan, van hun optreden? Nou, het is sowieso een meeswinger, Sonia. Bleef een house beat in. Klopt, een house beat, het jaar wakker eigenlijk op een ander niveau. Hij zijn, ze gaan met de tijd mee. Nee, zeker. Is haar weer de meemoksing. Zeker, ja. Is haar weer zijn onze distance broeders. En dat is dat ding eigenlijk van uit de badkamer. Je mag je ding komen doen. Klopt. Zolang je isap tak je talent, mag je altijd komen en bellen. En dan weer poti naar badkamer, maar in wasboom. Emmy, we waren gestopt bij je kinderen. Klopt. Als vader zijn. Ben je een strenge vader? Sla je kinderen? Sla je vrouw? Heb je vrouw ooit eens geslagen of heb je willen slaan? Je mag eerlijk zijn, no, hoor. Geslagen. Nee, kijk. Laat me beginnen met vader. Ik denk dat iedereen wel, althans velen van ons zeker, als je ouders 40 jaar getrouwd zijn, als in mijn geval, dat je je vader ziet als voorbeeld. En ik bedoel, af en toe ga je wel een tikje uitdelen als het te bond wordt. Maar voor de rest geloof ik dat het meer door praten, dat je veel meer kan bereiken. En eigenlijk ben ik juist flexibel. Wanneer het erop aankomt, wanneer zijn regels, je moet om 8 uur naar bed, je moet je tanden poetsen, et cetera. Het zijn kleine dingen waar er zeker op gelet moet worden. En het moment dat we dat soort dingen naar voren schuiven, dan moeten we daar wel serieus over zijn. En die vrouw, nooit in een nacht vrouw? Nee, ik ben geen, I'm not a fighter, I'm a lover. Oh, ja. Romantisch boy. Hoor nou, waarom ik je eigenlijk heb uitgenodigd, moet je kring, is dat meneer Hoigri. Klopt. Dat weet je van mij, meneer Hoigri.
Ik was een keer in de stad en ik zag je in je zwarte uniform. Ik schrok me af, want ik ken jou van Kroetu. Ja. Ik ken je als Takmang. Ja. Isabi, en ik ken je als een goed geschoolde jongen. En dat ik dat met dit security guard. Maar ik zag je als security guard. En me brief me, ik ben geschrokken. Ik zeg, wat doet Emilio hier? Je bent hier in Sani, in het nieuws. Ja. Isabi toch? Dus ik wil weten, waarom security guard? Plotseling Emilio van de crew, van Kroetu, plotseling security guard. Ja, nou, ik denk dat we allemaal wel onze up en downs hebben. En dat is zeker wel een periode van me geweest waarbij ik zoiets had van, ik kan gewoon thuis blijven zitten en niets doen. En dan denk ik dat je jezelf een beetje de verkeerde richting opduwt. Maar ik kan die confrontatie ook aangaan. En ik heb me toen niet geschaamd. Ik heb toen gezegd van luister, als ik dat nu moet doen, en het heeft zeker 3 maanden geduurd, als ik dat nu moet doen om verder te komen, dan ga ik dat wel doen. En een goede vriend van me die zei ooit eens, soms moet je 1 stap achteruit maken om meerdere vooruit te maken. En dat is het dus zeker geweest. Je praat over een vriend van je. Ja. Met wie zijn je vrienden? Vrienden, dus op zich ken ik een heleboel mensen. Ik bedoel, de mediawereld zorgt er wel voor dat je in contact bent en blijft met een groot deel van die Surinaamse samenleving. Maar we mogen een lijst maken van, voor mij zijn mijn vrienden, wie ik vrienden noem, mensen van wie ik iets kan leren. Mensen die een positieve impact hebben op mijn leven. En dat zou je kunnen opzommen van een Kleber Drenthe tot een Lloyd Albitro, Sergio Belfort, noem maar op. Dus die list zou je gemakkelijk kunnen maken. Ja, want ik heb ook met Klebert gesproken. Ja. Isabi Mimita, man, hier voorin van T-Mail. Dus we gaan even luisteren naar Klebert Drenthe. En het alles gebeurt in... Wel, het eerste, als je praat over Emilio Lens, hij praat graag. Ja, dat. Hij praat heel graag. Voor de rest is hij een doorzetter. Als hij iets wil doen, gaat hij het doen. Ja, dat zo'n beetje. Wel, toen ik het hoorde, wist ik meteen van, nou, het kan niet waar zijn. En ik heb hem meteen gecontact. En ik kon hem niet bereiken natuurlijk. En daarna was hij vrij, heeft me gebeld. Heeft hij me uitgelegd van, zo breed, zo smal. En ja, ik bedoel van, als die man iets niet gedaan heeft, dan kan je Raman Visa bedoelen om te sturen Raman. En daarnaast heb ik hem gevraagd wat hij gaat doen. Toen zei hij van, ja, voorlopig niets. Heb ik hem geadviseerd van, Sirik is Kaskoro. Is het beste voor je. En mijn om leerman kon en te normaal worden. Dus, ga mee tjaar wat kan moeilijk. Wel, ik zou willen zeggen, Emilio, rond je studie af. Ga ervoor, is het beste. Heb je een bachelor verhaal, weet je zeker dat je altijd een goede baan kan vinden. En het alles gebeurt in... Is echt een goede vriend van jou, maar tegen me toe van mijn stimuleren. Ja, weet je, klopt, want je had je ups, je had je ups en dan plotseling wan down kong. Klopt. En a down pemi wan go no no de, dan mag je ons eerlijk vertellen, jana a prespi kan tak vrij. Klopt. We houden alleen rekening met kinderen en die oudjes. Dus dat taki net tak ja. Maar ik kan luchtie ati ja, want je hebt iets meegemaakt in je leven. Isabi toch? En iedereen wil weten of je het hebt gedaan of niet hebt gedaan. Isabi. En Juna enige sma, ze kan beamen. Je kan het ontkennen of bekennen. Ja. Is dat wie? Want ze hadden je aangehouden. Mm-hmm. Ze hebben je. Ik zag je weer vrij rondlopen. Dus ik neem aan. Maar wat ik aanneem. Gaan we. Nou, dan dadelijk. We gaan bakken breek. We'll be right back.
is goed voor elk mellow. Ik let kinderen, ik hou niet. Is goed voor elk dingie om weer kind. Melk is goed voor elk, melk is goed voor elk. Prolak is goed voor elk, drink je meer kind. Melk is goed voor elk, melk is goed voor elk. Prolak is goed voor elk, drink je meer kind. Dit alles als je melk drinkt. Het is geen gewone melk. Het is pro-life. Pro-life. Probeer het maar. Melk is goed voor elk, melk is goed voor elk. Prolak is goed voor elk, drink je meer kind. Melk is goed voor elk, melk is goed voor elk. Prolak is goed voor elk, drink je meer kind. Drink je meer kind, drink je meer kind. Voortaan alleen maar Prolak voor mij, drink je meer kind. Prolak! Distributeur Regisa Agencies. Het leven is nou eenmaal zo. Vitaliteit en conditie zijn belangrijke vereisten voor een gezond en harmonieus leven. Maar wat als u dat ontbreekt? Athletic Fitness Equipment helpt aanvullen waar het u ontbreekt aan vitaliteit en conditie. U heeft niet te veel ruimte nodig, de apparaten zijn makkelijk in gebruik en het resultaat is zichtbaar. Kies vandaag ook voor een verbeterde vitaliteit en conditie in uw eigen tijd met Athletic. Athletic. Best for life. Alleen vertegenwoordiger ProTrade International. Papa, go drinken en go palm. Mega her tori, mega klarik. Daru. Oh, wat gaat dat? Aben zo'n probleem. Papa, keuren, wagi paaien, montorala tori. Geen papira, dat is koud hoor ik. Oh, verzekeringsbewijs, ja. Nee, pas aan die man die zij moet doen. Ik vertap mijn keur, mijn motorfiets. Bronfiets, wagi alles aan de keur dat. Rijd met 100% zekerheid. Laat de keuring voor uw auto over aan een betrouwbare keurmeester. Autokeuringsgarage Evert. Snel en betrouwbaar keurt Evert alle motorrijtuigen. Auto's, pick-ups, maar ook motor- en bromfietsen. Evert, ook voor deskundige onderstelreparaties en complete servicebeurten. Hey, hey, sir, Evert. Evert snelle qua meter, dus afspraken maken is niet nodig. De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag, van 8 uur morgens tot 4:30 middags. Evert, Koreastraat, nummer 11 tot en met 13, telefoon 43 58 28 of 89 88 606. Autokeuring garage, Evert. Evert, anno wandering, bapabol, hinga, trutrokeuring. King Panel PVC Building Systems, uw PVC speciaalzaak. Bij ons bent u terecht voor King Panel PVC plafond en wandschoten in de afmetingen 10, 20 en 25 cm met een lengte van 5,95 meter in wit gekleurd en met motief. Nieuw in ons assortiment, King Panel PVC wandschoten met een afmeting van 1 bij 2,95 meter. Voor een hypermoderne vloer kiest u voor King Panel PVC vloerlaminaat in glanshoutpatronen in verschillende tinten. Voor de uitschiet gebruikt u natuurlijk King Panel PVC uitstekschoten en met de King Panel PVC buitenwandschoten ziet uw huis er meteen stijlvoller uit. Dit alles met de bijbehorende King Panel PVC afwerkprofielen. Wij zien u graag in onze King Panel showroom. King Panel PVC Building Systems, Jacob Rijntjesstraat 13, Zijstraat van de Kernkampweg, telefoon 53-317 of 53-319. Ons filiaal in de O6-verbinding nummer 54 te komen wijnen, telefoon 035-45-29. www.kingpanel.com. Vier Equipment.
Ja. Is het waar? Is wat waar? Dat geval van je zwageres. Dat geval van 2011. Van 2011. Nou, ik kan bijna zeggen dat ik super blij ben met deze vraag. En ik wist wel dat dit een van de zaken zou zijn die op het programma staat. En ik wil daar duidelijk over zijn. We hebben een rechtsstaat, we leven in een rechtsstaat. En uiteindelijk, als zaken zich voordoen waarbij er enige vorm van calamiteit, et cetera, zou zijn ontstaan of zogenaamd een scenario zou zijn geschetst, dat er maatregelen worden getroffen, één door de politie. En in een verder stadium gaat dan de rechtercommissaris of de rechter die doet dan een uitspraak. In mijn geval wil ik er heel duidelijk over zijn, is dat ik ben niet vrijgesproken. Oh. Toch? Als je bent vrijgesproken, dan neem ik aan zo'n optelsom, dat wil dat zeggen er is een zaak, er is een case en je moet dat gaan aanvechten. In dit geval is er besloten om mij per direct, dat is in 2011, ik kan me nog herinneren. En ik kan er eigenlijk heel erg emotioneel van worden. Maar het is 24 november geweest, 2011, en ik ben toen op vrije voeten gesteld. En dat geeft aan dat de rechter het niet nodig achtte om me nog langer als te zijn verdachte te houden. Maar Emmy, wacht, ik versta me aan de raad. Hoe je tak juridisch sani. Wat is eigenlijk gebeurd? Waarom heeft ze dan dat gedaan? Is het een scenario? Is het een verhaal in elkaar gezet? Wat dus, is dat ding eigenlijk? In grote lijnen, koe takasan fasande, in grote lijnen naar scenario. En, maar waarom zo'n scenario? Kijk, scenario. Er zijn verschillende redenen. Wat de beweegreden van iemand is, kan je nooit exact achterkomen. Was ze verliefd op je? Zou kunnen. Maar je weet, het moment dat mensen misschien verliefd zijn, kunnen ze allerlei rare dingen doen. Maar wat ik vervelend vond van die scenario, is dat de media ermee mee is gegaan. Dat vond ik vervelend. En oké, stel je voor, een scenario schets. De media gaat mee, want ik heb het gevoel af en toe dat we hier in Suriname meer kapot willen maken dan willen maken. En dan heb ik eigenlijk al gezegd waar ik naartoe wil gaan. Daarna, op bepaalde periode, da akring katapsi, woyo yagi uansisuma seri. En uiteindelijk kunnen we zien waar we naartoe gaan en wat er is gebeurd en wat de feiten zijn. En dat brengt de media het niet. Waaronder ik direct kan zeggen, collega's van mij, toch? Ik bedoel van, je hebt een tijdje geleden, ik draai een trailer, maar nu een film moest draaien, dat iemand draait een film. Dat vond ik jammer. Je bent boos op ze? Boos zou ik niet zeggen. In de eerste instantie wel, toch? In de eerste instantie, als je naam voluit wordt aangegeven op voorpagina's of in het nieuws wordt aangehaald van 6 tot 6 en dat voor 2 dagen lang, dan heb ik zoiets van, wat is die bedoeling geweest van je item? Ik zit nu op de journalistieke opleiding, de Academie voor Journalisten, en er zijn een aantal zaken die worden gelist van, wil je nieuws brengen, zou je een bepaalde verantwoordelijkheid moeten hebben van hoe je je werk doet. En dat minoshi. En ik vind van... Maar Emmy. Ja. Dus je want tegen me dat niet eens die zwageres van je in die auto onder die brug, niets van dat. Dus onder die brug, dat soort verhalen kloppen niet, toch? Als er het moment dat er verhalen... Maar was ze thuis bij jou? Ze is vaker thuis geweest, ja. Maar heb je er die dag een lift gegeven? Die dag ook, ja. Maar dus, je was niet onder invloed, niets van dat is waar? Dus dat soort dingen kloppen niet. Kijk, als je zegt ik ben onder invloed, dan zou je het moeten bewijzen. Maar rook je? Drugs? Nee, geen drugs. Heel af en toe zou je in een bepaalde setting wel
gebruik willen maken van het een en ander. En van wat? Zij een sigaar, noem maar op. Uh-huh. Ik bedoel van, we hebben allemaal wel onze culturele achtergronden en de wijze waarop we zaken willen aanpakken. Ik ben geen 12 drink, jaar ja? meer. Drink, ja. Heel af en toe, parvo, zeker. Parvo hoort erbij, dat mag wel. Maar jij gaat zwager is via het emoxie, hè? Nee. Ruzie. Je wil niet meer met haar bemoeien? Geen ruzie, maar je ziet wel uiteindelijk wat de resultaten zijn. En ik kan het niet zien, dus jij moet het vertellen. Ja, nee, kijk, het moment dat je mijn naam te grabbel wilt gooien in die samenleving. Want je levert een bijdrage, je wilt iets doen, je ontwikkelt jezelf en je verwacht dat je steeds naar meer kan gaan. En het moment dat men daarmee speelt, dan moet je voorzichtig zijn. Hoe is je vrouw ermee omgegaan? Asma betek in, trouwens, kom niet tak asma er, want daar gaan die mensen op. Sorry hoor. Die vrouw van jou, heeft ze een terughoudende houding genomen? Nou kijk, voor het begin, het moment dat zoiets zich voordoet, dat je wordt. Dat je moet aanmelden bij de politie, et cetera. Ze is erg supportive geweest. En ik geloof dat dus dat, als maar hoor, Bakajio. Ja, man. Dat mag gezegd worden. Ondanks dat er zusje is. Ja. Want meestal, eerste instantie, je vrouw kent je. Ja. Je sabi toch? Soms, de meitak, je vrouw sabi mori, maar ze refi. Toch? Dan, meestal, de bigitak van, maar Emilio, ik weet dat jij, je bent flinke, jongen. Weet je, aan een actie tak van Emilio, zeg maar of je het hebt gedaan. Ja. Heeft ze getwijfeld? Ze heeft, wat ze met woorden van gelijke strekking, is dat ze heeft aangegeven, ze weet wie ik ben, maar ze weet ook wie haar zusje is. En daarmee heeft ze eigenlijk volstaan. En uiteindelijk, in gesloten kring, dan worden er wel vragen gesteld van wij willen ook weten van wat er precies is gebeurd. En je schoonouders? Mijn schoonouders, daar heb ik niet echt een heleboel om over te vertellen. Het enige dat ik dus wel kwijt zou willen is dat we altijd streven naar een harmonieuze sfeer. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Ja, maar ik wil hier de man dat ik loba, ook al in loba serie toe. Zijn je schoonouders, op den duur moet je een feest, want feest. Ja, nou, aan het tak mijn loopding, maar ik ben... In een moxie. In een moxie. Of in een moxie. No, want is het vanaf het begin of is het vanaf 2011 in een moxie, Moro? Nee, ik ben nooit een type geweest dat mogo moxie. Ik bedoel van... Men vindt het af en toe aanstellerig, et cetera. Maar ik kies mijn mensen uit. Ik bedoel, familie kan je niet uitkiezen, toch? Dat kreeg je, woep. Maar je kring de mensen met wie je omgaat. Ik wil graag leren. Ik wil, als ik hier zit, moet ik iets meenemen van waar het allemaal over gaat. En als je dat niet hebt, dan trek je wel even terug, ja. Maar die kinderen gaan van je gaan wel naar... Zeker, dus, okay. Ja. Dat moet gewoon. Ja, want je moet je ze niet weerhouden om niet te gaan. Nee. Isabi, at jugu saya panga ding. Dat... In een moxine en aan de ching. Klopt. Isabi, wat doe je nu? Qua studie. Want ik zie je op tv, want misschien dat die mensen hebben je weer... Je komt weer op tv, want een tijdje, dan ben je morgen. Ja. Isabi, misschien 10 magazine, ik kijk naar 10 magazine, ik heb je daar gezien. Isabi, met dat jamang. Aboef mi doro baka, takman doro baka. Isabi, je was ook jeugdparlementariër. Hoe is hij? Dat is mijn laatste vraag. Van die man had go omhanging. Zijn ze in de bras voor je gesprongen? Die man, dekkie? Dekkie? Ik bedoel van, ik weet niet, als er per se dekking nodig was. Maar de man, sa sap mi sap, sang de mogelijk en sano de mogelijk. Ik bedoel van, als je... 10 jaar of langer dan dat, 15 jaar met elkaar heb samengewerkt, dan weet je ongeveer wat je van wie kan verwachten of omgekeerd. Uiteindelijk hebben ze toch wel het een en ander van zich laten horen. Dus dat mag wel gezegd worden, ja.
Oké, maar welke les heb je hieruit kunnen leren? Ik denk in de eerste instantie dat je je vertrouwen niet in ieder zou moeten zetten. Grote les. het is zeker een grote les. Mm-hmm. En, ja, voor de rest is dat je erg voorzichtig zou moeten zijn. Ik heb gemerkt dat je ook een andere les hebt geleerd om heel voorzichtig te praten. Maar ik word gewenkt. Ja. We moeten stoppen, okay. Emmy. Kleine Emmy. Sorry hoor, grote Emmy. Ja. We moeten stoppen, kleine Emmy. En kijk even uit naar Veruska. Veruska brengt die bekende tas. Ziet dat alles? Je tikt niet snel, boy. Goed voorbereid is die aangekomen. Maar je kreeg van mijn hoofdsponsor, kreeg je 50 SRD beltegoed. Dat is van Telesuur. Okay. Alsjeblieft. Dankjewel. Van ProTrade kreeg je 100 US. Trouwens, kom met contact je morgen, want je begint grabo. Een waardebon van 100 US dollar. Je mag iets daar gaan kopen tot 100 US dollar. Als je bij een morgen biggie sani, zoals een bankstel bijvoorbeeld, daar past het bij gewoon. Ja. Kijk, dit mag je weer erin zetten. Van Transamerican kreeg je deze lekkere vruchtenwijn. En het is met alcohol, omdat af en toe je. Maar als je zonder alcohol mag je ook daar gaan. Ze hebben ook zonder alcohol. Okay. Weet je, voor kinderen of mensen die naar de kerk gaan. Je gaat kerkje. Zeker, ja. Welke ja. kerk? Gemeente Betel is dat. Maar ga je alleen op feestdagen of elke zondag? Nou, op hoogtijdagen ga je sowieso. Maar voor de rest probeer je elke zondag daar om 9 uur te zijn. Oké. Okay. Ja. En van Tapa Bankstel krijg je dit mooie glas. Het is gegraveerd door een Print Factory. Oké. Okay. Ja. Trouwens, dit is eigenlijk is gesandstraald hoor. Ja. Is dat wie? Maar een printing. Kijk naar me. Uit de badkamer is ook geprint door hun. En dan gaan we het afsluiten. Maar is dat me op niet aan toch? Haar hoofdgerecht gekomen. Maar ze hebben ons het dienblad thuis gelaten, dus wat doen we oren van? Alsjeblieft. Dank je. En het is van Soul Food. Het is een lekkere Moxalisi, want bij actie zijn hij favoriet. Ja. Maar hij heeft gekozen voor Moxalisi. En het is die Jarpis Moxalisi. Ziet er sterk uit. Ja. Ja, die is een echte Ningrenyang. Klopt. Ja, kleba na manja de nyang die zie. Kijk maar naar mensen voor het. Maar je mag alvast eten. Ik ga lekker afsluiten. Oké. In de camera. En dan een wonaka tata daratan in die middelste camera. Je hebt mijn tas gezien toch? Na papa gewang aan mijn tas hier. Ja, papa gewang aan mijn telesuur tas. Dus ik moet de andere gaan zoeken bij tante Sandra. Oké. Dit was Emilio Lenz. Kleine Emmy mogen jullie hem noemen. Wanneer jullie hem ergens op straat zien. Mannen, hoi Grimang. We hebben hem uitgenodigd. Gewoon omdat ik hem heb gezien voor een winkel. Als security guard. En ik vond het erg. Tegen eerlijk, met die broeder. Met ik, no, deze jongen. Ik moet hem uitnodigen. Hij is gekomen, heeft zijn verhaal verteld. En ik kan me echt niet voorstellen dat iemand zoiets in elkaar kan zetten. Eigenlijk komt het ook niks. Maar ja, hij is hier, heeft zijn verhaal verteld. En de enige persoon die dat kan doen, dat is Emilio Lenz. Is dat wie? Het is vandaar die uitnodiging. En hij heeft een lessen uit. Hij heeft een lessen uitgeleerd. Oh, maar hij is ook goed voorbereid gekomen. Is dat wie toch? En mensen met big ones aan niet. Tamara unam kote mi tak fa amai lei of amane lei. Is dat wie? Hij heeft het verteld, het is voor zijn rekening. Is dat wie? Meneer bemoei. We gaan in die middelste camera afsluiten. Ja? Dat amaleria zijn naartoe? Ja. Dat we doen tata darantano. Ongeveer. Oké, dat you want doing. Kom, look even leren, boom. Ai. Mo abif doen na nga amangsa eh. Oké, ogwe. 1, 2, 3. Tataratan. Tatan. Tenen, ten, tenen. Ten. Ten. Dat was het. Zo.
Sonia, 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 Sonia. Yo party people, this is the new version of Sunile Sonia. With party B, Lil B and the one and only. Dona P. Dekha tum hai to mere aankho mein aankhe dala Sunile Sonia. Sunile Sonia. Tune bhi dekha mujhe o meri jaane ja Sunile Sonia. Sunile Sonia. Ja, in afspraak ben gekomen over die Kabula feestje. Op dit moment 6 kinderen. 6? Ja. Met 1 vrouw gewoon? Nee, 3 vrouwen. Men vond dat je spotte met dat cultuur van ons. Want die behoort Bakru Pleidja toe. Janga Michael Deira van Update. Janga man befast, is het waar? Dat je ziek bent zomaar naar vrienden en zomaar naar verrader. En in nood leert mijn vrienden kennen. Ik heb gemerkt dat de president zelf die man niet kan stoppen. En het alles gebeurt in... We'll be right back.